Geert, goedemorgen met Wil van Delft van het programma Delfts Blauw. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom hier in het programma. De reden dat we je hebben uitgenodigd is de kerstsingel, Kerstmis samen vieren. Ja, dat klopt. Het is jouw eerste kerstsingel, hè? Ja, het is mijn allereerste kerstsingel. Dat ja. Klopt. Bram, de vraag natuurlijk waarom dan pas de eerste kerstsingel? Omdat ik nu de gelegenheid had gekregen door iemand die een tekst had geschreven. Die mij benaderde dat hij zegt, ik heb een heel mooi kerstnummer liggen, als er iets mee bent, kan je het opnemen. En zo is het gekomen eigenlijk. Ja. We vonden het zelf een pracht van een nummer. Dus. Ja. Heet, jij bent iemand, jij bent ook al vroeg in aanraking gekomen met de muziek, hè? Ja, ik ben heel vroeg in aanraking gekomen met de muziek van kind af eigenlijk. Van mijn 10 jaar ben ik beginnen optreden, onder andere met Eddie uit Kluisbergen. Heb ik een aantal zangwedstrijden in de tijd gewonnen en zo is dat allemaal begonnen, ja. Ja, ik las iets, op 10-jarige leeftijd zong jij met een zang Croquettes. Wat was dat? Met Eddie uit Kluisbergen en dat was over Hans Vlaanderen eigenlijk in België dus. Ja. En vanaf die tijd is dat je begonnen, hè? Dan ben je, zoals we dat altijd zeggen, geïnfecteerd met de muziek, hè? Ja. Dan ben ik constant eigenlijk met muziek bezig geweest en daarmee ja, ben ik nog altijd bezig. Ja. Tot nu toe, als ik goed geïnformeerd ben, zijn er toch 4 cd's van jou uitgekomen? Ja, ik heb al 4 full cd's uitgebracht en vorig jaar ook een maxi single cd. En nu dit jaar hebben we nog een kerstsingel erbovenop gedaan. Dus Patrick Weemaas, dat was de tekstschrijver? Ja, Patrick Weemaas was de tekstschrijver en de componist was Johnny Nering. En het werd allemaal opgenomen samen met RS Music. En dat hebben we dan in Art Sound Studio in Houthouwen-Helderen bij Jean-Pierre Kerkhoffs. Ja. Hoe zijn de reacties geweest tot nu toe, tot het uitbrengen van deze single, Geert? Ik krijg overal hele goede reacties op dit kerstnummer, omdat ze ook zijn, het is iets anders en het is een heel prachtig nummer qua tekst. Omdat ze ook de mensen vergelijken het ook een beetje met de hedendaagse eigenlijk. Ja. Dus over een zwerver dat het gaat, die zich alleen voelt, waar die zich uitstoten voelt van familie en vrienden die hem niet meer terug willen. En zo, ja, vind je dat ook dagelijks terug in het dagelijks leven onder dakloze mensen en zo. Dan ook van het tweede stroofje is dan ook over een oudere dame die alleen op een kamer zit. Ja. Die ook niemand om haar heen heeft. Enkel gewoon dat ze wacht tot ze de telefoon hoort van haar zoon met die feestdagen. Zo, ja, het is al een beetje hedendaags dat je dat hoort terugkomen eigenlijk. Ja. Dus het is eigenlijk toch een single, dus eigenlijk toch een beetje met een boodschap erin, hè? Ja, eigenlijk is het wel zo'n beetje een warmere boodschap naar de mensen die zich eenzaam en alleen voelen tijdens die kerstdagen en die feestdagen, dat er ook hier aan die mensen mag gedacht worden eigenlijk. Ja. Hoe gaan dat de kerstdagen voor jou eruit zien, Geert? De kerstdagen zijn voor mij heel druk voor dit moment. Dus we hebben ook kerstavond onze optreden. We hebben ook tussen kerstdag en nieuwdag ook optredens. Ook oudejaarsavond moeten we optreden. Dus we zitten niet stil. Nee, dat wordt geen tijd om kerstmis te vieren dan. Ja. Dat wordt heel sporadisch gedaan met de familie. Gewoon tweede kerstdag of iets, als we een dag een keer niets te doen hebben. Okay. We gaan de single draaien, Geert, Kerstmis samen weer. Op deze plaats heel leuk dat je vanmorgen eventjes live hier in de uitzending was. Het mooiste zou zijn als je hem zelf aankondigt, je eigen single. Dan gaan we starten. Oké. Beste luisteraars, ik dank je alvast voor het luisteren. En ik wens je veel plezier en luistergenot met mijn nieuwe kerstsingle. Kerstmis samen vieren. Ik wens jou nog een hele fijne zondag en bedankt voor het gesprek. Goed, doei. Dank je vriendelijk. Dag. Hey.